We gaan op jacht naar een invasieve exoot. Want de Aziatische hoornaar is er zo eentje. De schrik van Twentse imkers. Oh, het uit de kluiten gewassen insect, ja, let op, voedt zich voornamelijk met bijen. En we weten dat dat niet goed is. Deze hoornaar moet worden uitgeroeid. Robor Electronics uit Bentelo bindt de strijd aan met drones. En zendertjes van 0,3 gram. Moet je iets bij voorstellen. Helemaal niks. En met succes. Afgelopen weekend werd er een nest gevonden en vernietigd. Bij ons aan tafel Roger Porren. Welkom, Roger. Jij hebt dat. Roger. Is dat Roger? Ja. Ah, dat is de Franse uitvoering. De Franse uitvoering. Uit Bentelo. Uit Bentelo. Ja, fantastisch. Ja. Maar jij hebt dat gedaan afgelopen weekend. Ja, afgelopen weekend hebben we dat eigenlijk dat het voor het eerst ook geslaagd is. Want je was er al mee bezig om, kijken hoe gaan we dat doen? We zijn al in 2017 hebben we het eerste Aziatische hoornaarnest gevonden. Want ben jij, voor de luisteraars en de kijkers, ben jij insectenverdelger? Nee. Of heb jij een ander beroep? Ik ben elektronicus. Wij ontwikkelen elektronica voor toepassingen voor drones in principe. En onze focus is first responders. Dus het automatisch zoeken van drenkelingen en automatisch vinden en lokaliseren van drenkelingen, vermiste personen in het bos. Zeg maar ook Brandweer Twente, die gebruikt onze toepassingen om dat soort... Dus jullie maken toepassingen om dingen te vinden, met behulp precies, van drones? Met behulp van drones. Even simpel gezegd. Ja. En hoe kwam je nou eens heen, hoe kom je dan op de hoornaar? Het is wat anders dan een drenkeling, zeg maar. Ja, maar zo'n nest, zo'n hoornaarnest, kun je ook vinden met een drone. Dus dat nest is van binnen ongeveer 30 graden, want anders komen die larven niet uit. Dus dat nest is warmer dan de omgeving. En op die manier kunnen we dus, net zoals we een drenkeling kunnen vinden op het water, kunnen we dus ook een hoornaarnest vinden met een drone in het bos. Ja, en even voor de goede orde, hè, want het gaat over de Aziatische hoornaar. Ja. Dat is niet onze hoornaar, zou ik maar zeggen. Het is niet de Europese hoornaar. Aziatische hoornaar die is in Frankrijk ooit is binnengekomen in een container met aardewerk, die geïmporteerd was uit China. En toen is er zo'n koningin meegekomen. En die heeft zich al behoorlijk verspreid in Frankrijk. In Frankrijk is het eigenlijk geen zoeken meer aan. Maar in België zijn ze nog wel steeds enthousiast bezig om alle nesten op te zoeken. Maar daar hebben ze dit jaar ook een stuk of 50 gevonden. Ja. En in Nederland hebben we dus in 2017 de eerste gevonden met behulp van de drone. En nu in 2020, dit jaar zeg maar, zijn er al 9 gevonden. Oké, en dat is allemaal met behulp van een drone? Allemaal met behulp van, ja, niet allemaal met behulp van de drone, maar vaak worden dus eerst insectenspecialisten daarop gezet. Die gaan kijken bij een imker bijvoorbeeld om daar zo'n Aziatisch hoornaar te spotten. Nou, en dan kijken ze naar waar die naartoe vliegt. Want dat is waar die dingen zitten, hè? Want ze eten bijen. Ze eten bijen. En dat is ook het probleem van die Aziatische hoornaar. Ja, dat is ook het gevaar. Ja, dus die Aziatische is een invasieve exoot. Dat betekent dat die andere soorten verdrinkt als je niet oppast. Ja. Dus het belang om ervoor te zorgen dat we er daar niet te veel van krijgen is heel groot. Precies. En hoe heb je dat zaterdag nou gedaan? Nou, zaterdag hebben we dus een andere methode toegepast. Normaal gesproken, wat ik net vertelde, de specialisten die zoeken alle vlieglijnen op van bij verschillende imkers. Om zo'n hoornaar, als je 3 vlieglijnen hebt, dan heb je uiteindelijk een kruising. Zo, daar, dat is een 3-puntsmeting, zou precies. Ja. In die kruising zoeken wij dan naar het nest. Maar er kan nog wel vaak, zijn nog wel 10 tot 20 hectare waar we dan moeten zoeken. Ja, ja. Dus dat is een behoorlijk complexe zoektocht levert dat op. Maar dus, je hebt dat nu eenvoudiger gedaan. Nu heb ik het eenvoudiger gedaan. Tenminste. We hebben een klein zendertje geplaatst onder zo'n hoornaar. Dus je hebt een hoornaar gezocht bij een imker? Ja. En dan heb je een zendertje opgeplaatst? Hebben we een zendertje opgeplaatst. Hoe doe je zoiets? Ik probeer me dat voor te stellen. Met een pincetje, gepriegel. Ja. Nou ja, dat is wel inderdaad een heel gepriegel. Dat is ook het meeste werk. Maar ik laat hem eerst in een heel smal buisje lopen. Zodat hij zich daar in dat buisje niet kan omkeren. Aha. En dan druk ik hem als het ware terug. Dus dan komt hij met zijn kont weer naar buiten toe. En dan hebben we een speciaal harnasje ontwikkeld. Zeg maar uitgeprint. En die kunnen we er dan omheen. Je bedoelt 3D uitgeprint harnasje. Ja. En die doe je om dat lijf? Doen we om dat met lijf. Met een zendertje? Met een zendertje. En dan kunnen we hem volgen tot aan het nest. Want dan vliegt hij uiteindelijk 's avonds. 'S Nachts gaat hij toch weer terug naar het nest. Ja. Dus, en wat is de volgende stap? Een bomgordel?
Nee. Nee, maar goed, dit is... Nee, maar dus want dan vliegt hij naar het nest en dan kan dat nest vernietigd worden, toch? Dat is de bedoeling, dat het nest dan op die manier vernietigd wordt, zo snel mogelijk. En is dit nou, zeg maar, een serieuze noviteit in de zin van... dit gaat echt helpen om die invasieve exoten terug te dringen? Of is dit ook een beetje, nou ja, zeg maar even zeggen, spielerij? Of is dit een serieus verdelgingsmiddel? Nou, hij is wel serieus, want de NVWA die is verplicht deze horen aan nesten op te zoeken. Kijk, want als alle bijenvolken omkomen door die horena, ja, dan wordt er geen fruit meer bevrucht, et cetera. Nee. Dus dan zijn we die bijen kwijt. En het gaat al slecht met de bijen. Klopt. Dus dat is de reden. En nu, de telefoon staat rood gloeiend uit het hele land. Bellen ze je om te zeggen... Nee, want we zitten nu eind... meestal is dat eind september... wordt er al gestopt met zoeken naar die nesten. Alleen dit was er eentje, daar zijn ze al 4 weken naar op zoek. Met allerlei verschillende specialisten en telkens maar niet gevonden. En toen vrijdag hebben we dus... Hey, gewoon even voor mijn begrip, hoe groot is zo'n nest? Wat voor een probleem heb je dan opgelost in zo'n geval? Zo'n nest is ongeveer een strandbal, zo groot. Strandbal? Ja. Dus zo? Ja, zeg maar, een skippiebal, zeg maar. Dat is best groot. Hè? Ja. Ja. En hoeveel babyhornaars hebben nu het tijdige met het eeuwige verwisseld? Sorry? Hoeveel babyhornaars zijn we nu armer? Zal maar zeggen, hoeveel heb je er? Hoeveel? Ja, hoeveel er in zo'n nest zitten, dat weet ik zo niet eens zo precies, maar duizenden in elk geval. Maar het gaat om die koninginnen. Ja, en daar zitten er maar een paar van in. En die verspreiden zich. Die gaan nu in de winterslaap, die zoeken een nieuw plekje op. Ja. En die komen eind september er vaak uit zo'n nest. En dan gaan ze zich eerst een winterslaapplekje opzoeken. En dan volgend jaar dan heb je er natuurlijk weer een nieuw nest. Gecreëerd. Hey, is het een populatie die inderdaad gewoon groeit, zeg maar, die echt steeds groter wordt hier in Nederland? Ja, want in 2017 hebben we dus de eerste gevonden en nu zitten we al op 9, dus het groeit nog steeds, inderdaad. Ja. Hey, wat voor andere toepassingen? Want we vonden dit een bijzonder verhaal natuurlijk. Vandaar voor de luisteraars straks online even kijken, want we hebben wat beelden ook van hoe dat er dan uitziet. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wonderlijk dat je met een drone. En met een zendertje probeert zijn hoorn naar. Nou, dat is gelukt. Ja. Wat voor andere bijzondere dingen voeren jullie nou uit met die drones? Nou ja, we doen eigenlijk ook precisie landbouw. Dus dat is onze focus ook. En daarbij kunnen we dus eigenlijk absolute eiwitgehalte in het gras meten. Dus dat is ook voor de boeren heel interessant. En ook precisie bemesting, daar richten we ons op. Nou, en dan first responder tak. Ja, snap jij waarom? Wat beweegt jou om dit te doen? Ik vind het een hele mooie techniek. Alles wat onder een drone kun je heel veel dingen monitoren. En bijvoorbeeld ook die AED brengen naar gebieden waar je normaal gesproken niet kunt komen. En dan kunnen we dus binnen 5 minuten... voor AED brengen, middels een sms'je te sturen. Zijn dat nou ideeën die uit jouw hoofd borrelen, zeg maar? Jij staat onder de douche en je denkt, ah, dit. Ja, is dat ongeveer hoe het gaat? Ja, niet alleen onder de douche, maar... Nee, bewijs eigenlijk. Ja, precies. Ja, dat klopt. Wat is nou een wild idee waar je mee rondloopt? Of je denkt, misschien heb ik dat nog niet echt verteld, maar hier droom ik van. Dat lijkt me te gek, als we dat ook kunnen gaan ontwikkelen. Ja, goed, het gaat allemaal naar autonome drones in de toekomst. En wat betekent dat precies, een autonome drone? Autonoom, dat het allemaal helemaal automatisch gaat. Stuurt zeg maar, zichzelf. Zonder dat er nog man aan te pas komt. Zeg maar, zoals bijvoorbeeld we gedemonstreerd hebben op vliegveld vorige week met die AED. Dan hoef je eigenlijk alleen maar een sms'je te sturen naar die drone en dan komt die die AED brengen. Dus een opstander, gebeurt iets met iemand, hartaanval... en dan stuur je een sms'je en dan komt die drone aanvliegen. Ja, ja, precies. Oké. Okay. En ja, goed, jullie leven daarvan, kan ik me voorstellen... dit soort, van dit soort concepten. Ja. En volgens mij heb je iets verteld. Dank je wel voor je toelichting over in ieder geval... hoe dit gaat met deze, is gegaan met deze hoornaar. En ik ben heel benieuwd of we straks... door heel Twente drones vliegen met van alles en nog wat. Ja, ik ook. Pakketjes of zo, dat is ook... toch? Ja. Precies. Ja, maar dat is een beetje het klassieke beeld, hè, pakketjes. Maar ik hoor het natuurlijk veel meer. Wet en regelgeving laat het allemaal nog niet toe. Ik mag nog niet verder vliegen dan 500 meter op dit moment. Dus we moeten verder kunnen vliegen. Dus als je binnen 5 minuten op locatie wilt zijn... Ja, nou, in 5 minuten kunnen wij ongeveer 5 kilometer verder vliegen. Ja.
En dat moet dan wel mogen. Ja. Een gezoem in Boven Twente. Dankjewel.